Yo, what's up kijkers van Den Aden, welkom bij weer een nieuwe part van Sleeping Dogs. Vandaag spelen we part 4 alweer van deze game. Zoals jullie zagen heb ik 2298 trofeeën, dat zijn er nogal wat, we zitten bijna op de 2300. En eventjes kijken, deze dude roept mij, dus... Hallo? What's up? Hey, you're Song Yi, right? I was racing earlier, and I would have won. But this guy, Tommy Han Lan, he cheated. Ran me off the road at the last minute. Can you teach him a lesson? Keep him from doing it again? Yeah, sure. He's not far. Wreck his car. That'll teach him. Okay, dus we moeten nu... Oh shit, ik heb ook nog een bepaalde tijd. We moeten eventjes die auto vinden en dan moeten we hem eventjes een lesje leren. Ik ben benieuwd. Hij heeft die gast in ieder geval wie om hulp vroeg. Die heeft hij belazerd. Die heeft hij van de weg afgereden de laatste paar seconden of zo. En anders had die gast gewonnen. Dus we gaan hem eventjes een lesje leren. Dus we zitten op ongeveer 200 meter verwijderd van die auto. Ik ben benieuwd wat we moeten doen. Kom ik ook aan op mijn motortje of op mijn brommertje. Hier zit inderdaad wel een hele toffe auto. Typisch Chinees trouwens. You can find a tire iron in the trunk of some vehicles. Dus er zit een tire iron in de trunk. Maar waarom kan ik het niet pakken? Lau, moet ik doen? Heeft iemand hier er iets mee te maken? Hallo mensjes? Hier kan ik ook niks uit de achterbak halen. What the fuck? Ja, dat is dekking zoeken. Ziet er leuk uit. Weishen. Zitten we opeens achter een busje dekking te zoeken. Maar ik wil het keukenmes niet weggooien. What the fuck moet ik doen? Misschien moet ik... Kijk. Ik moest het keukenmes op de grond neerleggen voordat ik het eruit kon halen. En dan moet ik met deze tire iron moet ik die auto in elkaar rammen. Nou, het wordt langzaam, sla ik die hele auto in elkaar. Zo zonde, hè? Dit in het echt kost zo fucking veel geld, niet normaal. What the hell? What are you doing? Oh, wat ben ik aan het doen? Oh shit, man, die impact. Auw. Fucking hard tegen mijn kop aan. Of tegen zijn kop aan. Lol. Helaas kan ik niet in die auto stappen. Ik had hem eigenlijk best wel willen stelen. Nou goed, we pakken het brommetje dan maar weer op. En wat gaan we dan doen? Eventjes kijken. Welke missies kunnen we doen? Oh shit, kijk ons gaan. Oh, oh, oh. Nice, nice. Wat een trikkaas. Lose the cops. Ja, dat lijkt me logisch. Gaan we hoor op ons scootertje. Merp, merp. Wat een brede zijstraat eigenlijk voor Hongkong. Normaal is alles altijd zo smal en zo. Het is echt te random wat ik aan het doen ben. Dit hele rondje rijdt echt geen zin. Oh shit, dat had wel zin. Het is gewoon gelukt. Oh, wat zijn wij bazen. Oké, eventjes kijken. Wat moet ik precies gaan doen? Ik moet naar het groene toe, dus ik moet gaan omkeren ergens. Wacht al, zie ik veel van die poppetjes op mijn minimapje, maar dat was het politiebureau. Dat is dan pittig logisch. Het motortje rijdt echt raar, jongen. Het valt me wel op dat het al veel heeft geregend in de game. Dus het is niet echt mooi weer steeds in Hongkong. Maar echt heel koud zal het ook niet zijn, want ik rij hier met een shirt aan met korte mouwen. Oké, laten we naar de locatie toe gaan en we zien wat we moeten doen.
Dit is in ieder geval Winston's Place. Dus dit is die plek van de Sungon Yi. Laten we even kijken, jongens. My man Wei, you done good. You restored order in the night market. Well, you took a chance on me, Winston. I wanted to make sure it paid off. You got the right attitude. It's gonna pay off for you. You'll see. You know anything about the minibus racket? Well, same as everyone. If you want to drive a good route, you pay the toll. That's right. You know the pickup on Marlboro Drive? The most profitable route in the whole fucking city. From now on, it's yours. Thanks. I appreciate it, Winston. Dog eyes, Walt. Right now it's his room. But you know how to deal with it, huh? It'll be my fucking pleasure. I gotta take this. Take a few of the guys with you to back you up. Jesus fucking city. Let's go. Okay, ik heb een of andere route die hebben we overgenomen, maar die is eigenlijk van Dogeyes op dit moment. En hij zal er niet blij mee wezen. Ik ben benieuwd wat we moeten doen. What's going on? We're going on offense. Taking over Marlboro Drive. One man per stop. Wait, anybody gives you shit? What the fuck are you doing? Fuck them up. Smack them around, no killing. What, afraid of a little blood? Dogeyes is son on ye. We're taking the route, not declaring war. You can ask, it's fine by me. I'll take this one. Good job. Yeah, kick his ass. Oh shit. Meteen vechten, we gooien dus gewoon mensen uit. We're going after Dog Eyes. Shouldn't we be fighting 18k? Dog Guy came after us? This is payback. Plain and simple. What if Dog Eyes complains to Big Smile Lee? What if he sends Mr. Tong after us? Look, dude. Dog Eyes might work for Lee, but Winston answers direct to Uncle Tong. Nobody going to fuck with him. Hey, you haven't paid. Oké, nou moeten wij blijkbaar gaan vechten. Dus laten we dat dan ook maar doen. Auw, gewoon met zijn kop tegen het hekje aan. Dat was wel sick, man. Oké, okay, dan maar op die manier. Ik dacht ik gooi hem eventjes daar voor het rooster neer, maar ik mocht het gebied niet verlaten. Yeah, fuckers! Alright, you can with your fist. I'll give you that. Thanks. Yeah, we have another guy with us a while back. He was good with his fist too. Came out of nowhere. Good story. Didn't talk much. Remind me of him. A lot. Turned out he was a cop. That's why he couldn't kill anyone, see? So now we know how to spot a rat. You talk about, you know that? You know what they do to traitors, right? When Tong is done with them, he buries them alive. 6 feet under. Nobody coming for you. Fuck you. I still think about that poor fucker sometimes. Oké, ik moet dus heel erg gaan opletten, want ze doen een beetje alsof ze me doorhebben ofzo, maar tegelijkertijd zijn wij gewoon een super undercover agent, dus zou ik gewoon maar niet al te druk gaan maken. Maar goed, ze hebben het er alsnog over. Watch how a real man does it. Oh, dan moet je wel raak slaan, hè, coole boy. Son of a bitch. Wait, you better get them! Oké, nou moeten we dus achter dat busje aan. Kijk hem eens rijden als een gek, joh. Nou, wij niet gelukkig. Wij rijden gewoon over de stoep en nemen alle hekjes mee. Maar goed. Oh shit, wat is aan het doen? Hey, you.
You want this route, you gotta pay for it. Are you stoned? I already paid though, guys. Weet nou, gewoon als een gek blijven toeteren. Winston? I don't know Winston. Pull over and I'll tell you about it. You're wasting my time. How about I break your legs and see how you drive then, huh? I still drive better than you. I'm taking your passenger. Okay. What the fuck, man? With your bus, so we're doing a change. Ja, we hebben nu wel geswitcht. What the fuck was die? Oh, ik dacht al. De auto was gewoon nog niet geladen. Ik dacht al, die gast is gewoon aan het vliegen in de lucht met zijn stoel. Hang on. You can't drive this way. Who the hell are these guys? Mistaken identity, people. Don't panic. Let me off. I don't want to be a statistic. What the fuck? Hoorde die stem? En die gasten daar links waren gewoon nog steeds aan het vechten. Kijk nou, passenger satisfaction. Ze vinden het dus nog leuk ook. What the hell? Kijk nou, dat balkje gaat gewoon omhoog. Nou goed, we droppen ze gewoon af op het punt waar we ze af moeten zetten, maar... Het was een rare bustocht. Gewoon opeens een dikke achtervolging. Maar goed, de route is zoals het goed is nu van ons. Here we are, people. This was probably the most exciting thing that happened all week. Mission complete, nice. Oh cool, ik kan een upgrade doen. Een triad upgrade. Oké, veel berichtjes binnen. Wat ik even wil doen is via het startmenu de upgrades vinden, want dan kan ik ook gewoon via het startmenu upgraden. Oké, dat is het minimapje. Even via het startmenu upgrades. En dan de triad upgrades. Wat kunnen we upgraden? We kunnen... Nou, die ziet er wel cool uit. Dan kan je iemand over je rug heen rollen. Met kruisje ingedrukt. Cool, interessant. Oké, ik denk dat het gewoon het slimste is om gewoon naar onze nieuwe missie toe te gaan. We gaan dit keer de blauwe doen. Precies kijken dat we niet... Oh, wat zijn die gasten aan het doen daar? Oh, dat ging ook soepel. What the fuck? Ik stap gewoon doodnormaal uit een bus, gaat hij op zijn bek. En dat zag er ook zo lomp uit. Hallo jongens, laten we even fitty blazen dan. Oh, wat ben ik aan het doen? Ik sla gewoon tegen niemand aan. Auw. Volgens mij heeft deze gast echt een supersterke kick. Oh, kijk nou, ik kan hem niet oppakken ofzo. What the fuck? Ik was gewoon sterker.
Ben ik dood? Wat een bullshit. Ik heb altijd pech als ik dit soort dingen doe. Altijd pech gewoon. Zo'n klein stukje held over en dan ga ik weer dood hoor. Terwijl het zo simpel was. Nou goed, we spawnen terug in het ziekenhuis. Even kijken, wat kunnen we gaan doen? We gingen naar het blauwe toe. Ik pak wel even een motor. Mum, mum. Kijk, deze is wel heel dichtbij. Dit is die Sun on Yi shit. Laten we maar weer kijken naar de cutscene. Ik doe straks het blauwe wel. Could you harm God's honor? Did you put guy you die? Wait, get over here now. What's going on, Winston? It's Benny, manager of Club Bam Bam, old friend of mine. Now he's working for Dog Eyes. That harm God's honor is getting back at us for taking his minibus route. Look, I'll go talk to Benny, make him see reason. Yeah. Yeah, wait, you go do that. Shit, die Winston die geeft ons wel echt eventjes op een dikke manier onze missies op. Altijd helemaal opgefokt. Oké, we moeten naar Club Bam Bam. Dat is die club die we trouwens ook aan Amanda hebben laten zien in de eerste part. Nou, daar gaan we hoor. Af en toe een wieletje tussendoor. We zijn wel een echte Chinese gangster. Vooral ook tegen die hekjes aan rijden is echt heel stoer. Oh, we zijn er alweer. Ik dacht dat het is heel ver rijden, joh. We zijn er gewoon al. Oké, laten we eerst eventjes wat ijs kopen. Thanks. Enjoy. Thank you well. I got all the best flavors. You gonna let me in? What do you think you're doing? I got a message from Dog Eyes. You want to tell him you sent me away? Dog Eyes? Oh, sorry, of course. Come on in, sir. Okay, thanks. Dan mag ik dus naar binnen. En dan moet je niet voor... What the fuck? Ga lekker weg, man, met je latex pakje. Gast duwde me gewoon keihard aan de kant. Wat? Heeft ze nou gewoon geen kleding aan? Oh, ze hebben een topje aan. Ik dacht al, what the fuck? Ze hebben gewoon niks aan. Nou, kijk eens wat een coole club, jongens. Club Bam Bam. Ik vind het echt een vette game tot nu toe. Ik vind het echt zoveel vetter dan Saints Row. Oh shit, kijk, Way is losgaan. Maar ik vind die muziek echt fucking goed. VIP's only. What's going on in there? This is one of the best karaoke rooms in the city. Nobody gets in without a hostess or the boss's approval. I'm sure we can work something out. Work something out with the hostess. Whoa, damn. Hey, what's your name? I'm Tiffany. Nice to meet you. I'm Wei. Wei Shen. You're a karaoke hostess, right? Can you get me into the VIP room? Sure. Just come with me. You have a bit of an accent. Are you from around here? Yeah, originally, but, you know, I was in the States for a long time. Oh, that's so cool. I always wanted to go. So, what's Benny like? Benny? You mean the manager? Yeah. Benny's nice enough. He always makes sure you get paid on time. That's good. So, who does he rely on for protection? Let's go sing. Yes, let's go sing, man. Come on. Sing me a song. Meen je niet? Moeten we nou karaoke gaan zingen? Holy shit. I fought the law. Gaan we, wauw, dit is zo typisch Chinees. Echt niet normaal. Kijk hem ook, wauw, kijk hem nou staan. Dit is echt gestoord. Oh,
Oh, what the fuck! Jezus, wat is dit gay zeg. Niet normaal. Kijk hem staan. Leuk lied ook. I fought the law and the law won. Joepie. Echt kut dat je dit met je analog stick moet doen, want die blijft soms bij mij hangen een beetje. En dan ga je dus automatisch vals. Wauw, 93%. Wat zijn wij goed zeg. Kijk, er staan met een veel te korte rok, jurk, ding. Wow, you're actually really good. Duh. Listen, you know, I like it down here, but back home, I'm used to a little more. You'd be the person I talk to about that, right? Can I get a VIP room? Yes, of course. It's much nicer up there. Go ahead to the lounge upstairs. I'll get the room set up. Hij vindt die muziek nog goed ook. Oh, met je pen en ten. Hij staat gewoon, yeah, yeah, deze shit is on fire, man. Oh shit, hoor dit nummer. Dit is echt een vet nummer. Nou snap ik wel dat je met je hoofd zou doen. Dit is echt een sick nummer. Dat is trouwens ook mijn outro nummer. Dit is echt zo'n soort van theme song van Sleeping Dogs. Ik ken het nummer ook uit Dirt 3. Hudson Mohawkie. Super fucking vette DJ. En het nummer is echt vet, vet origineel met al die fluitjes en shit. Maar goed, genoeg over het nummer. We gaan naar de VIP area. We pakken ook meteen eventjes dit op. Dat is natuurlijk een nice collectible. Oh, hey, hey. Who the fuck are you? I'm looking for Benny. Hey, Benny. Yeah. Some guy here wants to talk to you. Hey, hey, what can I do for you? I have a message from an old friend, Winston Chu. What, Winston? Well, this isn't such a good idea. I think you should leave. He wants you to know that Dog Eyes isn't your problem anymore. If he gives you any trouble, you let Winston know, and I'll take care of it, personally. You heard that, man. Get the fuck out of here. Oké, okay, blijkbaar willen ze meteen ruzie. Nou, wij zijn Wei Shen, dus wij gaan natuurlijk meteen vechten als een motherfucker. Oh shit, dikke kung fu kick hier al. Bam! Bam, bam, bam! Zo, hem gooi eventjes over de tafel heen, dat zag er sick uit. Oh shit, die is echt pijnlijk. Nice. Jezus, ik heb nu gewoon, terwijl we hiermee bezig zijn, heb ik in mijn hoofd. I fought the law and the law won. I fought the law and the law won. Het is echt ongelooflijk dat we net karaoke hebben gezongen. En hoe ook. Die slechte gitaarsolo erbij. Maar goed, het gaat in ieder geval best wel goed hier met het vechten. Au, ik ontweek het, G. Steeds ook die G, die is zo slecht. Dat woord. Maar goed, we gaan verder. Bam. Nice. Benny, get the fuck out of here! Benny, I know you're in there! What the hell? Word ik gewoon weer gegrepen door een of andere mongio? Hey,
Nice. Dit is echt weer zo'n super gast of zo. Bam, met je kop op de bar, G. Dude, sla terug dan. What the fuck? Dan staan we gewoon elkaar aan te kijken. Dat ziet er ook zo dom uit. Wacht even, we gooien hem gewoon in het aquarium. Bam! Nice. Nou jongens, ik ga hier de part eindigen denk ik. Het zijn heel veel enemies en ik denk niet dat dit me gaat lukken in één keer. Dus ik ga jullie bedanken voor het kijken naar deze part. Ik hoop dat jullie het cool vonden. Hier gaan we precies op dit punt gaan we de volgende part verder. Hoop dat jullie het vet vonden. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren natuurlijk. En check eventjes alle linkjes in de description. Voor de, natuurlijk alle social media. Twitter, Instagram, Facebook en al die andere dingen. Natuurlijk ook de Den & Den merchandise waar ik nu een goodie actie heb. Maak een foto met een goodie en win een gastrol. Oftewel meet and greet met Den & Den. Ik hoop dat jullie het vet vonden. En ik bedank jullie voor het kijken, gasten. Later.